Welkom bij Appartement TV. We zijn vandaag in Hasselt waar we een reportage maken van een renovatie van de residentie Zonneweelde. En ik ga daar nu over praten met Alex Watté van Hust, Hust Gebouwenzorg. Dus ik wou je eigenlijk aankondigen als aannemer, maar je bent meer dan een aannemer, hè Alex? We zijn eigenlijk totaal aannemer. We denken heel veel na met syndici, architecten, over hoe dat we de gebouwen naar de toekomst toe kunnen renoveren, ook in de mate van de budgetten die er beschikbaar zijn. We werken eigenlijk over heel België en onze core business is vooral gevels, terrassen, daken, maar we helpen zelf mee met het renoveren van inkomhallen, elektriciteitsleidingen, verwarmingsbuizen. Dus we gaan heel ver en vandaar ook dat we zeggen we zijn meer totaal aannemer dan echt een aannemer specifiek. Je gaat ver, maar je zit ook heel vroeg in het proces. Ja. Want eigenlijk nog voordat er al gevraagd wordt naar offertes, zijn jullie daar om eigenlijk mee te denken aan het concept? Klopt eigenlijk. Vaak benaderen de syndici of architecten ons met een bepaalde uitdaging en dan proberen we daar heel vroeg bij te zijn, omdat wij vanuit onze praktijk ook proberen een beetje te sturen wat dat er mogelijk is, wat dat er niet mogelijk is. En ik denk ook door middel van een bouwteam met een paar architecten, syndicus, een paar bewoners, dat we eigenlijk veel verder geraken dan dat we dat eigenlijk op ons eigen eenzijdige offerte zouden aanbieden en zouden verwachten dat de mensen daarmee akkoord gaan. Dus voor ons is die samenwerking en zeker heel vroeg in dat proces heel belangrijk, ook om de mensen een duidelijk beeld te scheppen. Laten we eens kijken naar dit gebouw. Van buiten ziet het er allemaal niet zo spectaculair uit, maar toch is er veel gebeurd, hè? Ja, we hebben de terrassen vernieuwd aan de achterkant. We hebben waterproblematiek in de garage aangepakt. We hebben de panelen aan de voorkant die loskwamen vernieuwd. Dus er is wel heel wat gebeurd om het gebouw eigenlijk terug naar de normen van vandaag de dag te brengen. En nu staan we hier in het parkje voor het gebouw. Leuk tuintje, mooie boompjes. Maar dat is niet de ideale werkomgeving blijkbaar. Want dat is krap. Klopt. Eigenlijk, we hadden twee grote uitdagingen. De eerste was de bereikbaarheid van de werf. De achterkant was niet gemakkelijk te bereiken. Dus hebben we eigenlijk een opening in een van de garages gemaakt om het materiaal eigenlijk aan en af te voeren via daar. We hebben ook nog andere opties bekeken van eventueel met een torenkraan te werken of via een van de appartementen te gaan. Maar bleek budgetgewijs dat de opening in de garage het gemakkelijkste was. Was wel iets arbeidsintensiever, maar was toch de beste optie in samenspraak met de bewoners. De tweede uitdaging is de ruimte. We zitten hier in een stadskern. Heel veel mensen wonen hier. Vaak hebben mensen twee auto's, dus de parkeerplaatsen zijn heel beperkt. In samenspraak met de stad kregen we een paar parkeerplaatsen, maar op sommige momenten in de werf is dat niet altijd evident, omdat je dan toch met een schapwagen komt of met andere toestellen die je nodig hebt. En dan is die ruimte wel belangrijk en je wilt zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor de omgeving. Maar dan heb je ook wel die ruimte nodig. Tijdens het project hebben we wel kennis gemaakt met de verantwoordelijke van de stad, die ons hier en daar wel wat tips heeft meegegeven om het wat gemakkelijker te maken. Maar naar de toekomst toe zal het ook een belangrijke denkpiste worden voor gemeentes en steden om daar eens over na te denken, om het ook gemakkelijker te maken om het bestaand patrimonium te vernieuwen eigenlijk. Dat is wat wij in onze voorbespreking vooral hebben benadrukt, hè, voor de volgende stadsbestuur en gemeentebestuur na de verkiezingen straks. Als we alles moeten renoveren en in staat willen brengen om die klimaatdoelstellingen te halen, dan zullen we op dat gebied zeker en vast moeten rekenen op de medewerking van de stad. Klopt. Alex, we gaan jullie projecten blijven volgen op onze website. Super. In samenwerking met syndici, in samenwerking met mede-eigenaars en in samenwerking met de bouwsector in het algemeen en de coördinerende rol die jullie daarin spelen. Super. En we nodigen iedereen uit om dat ook te doen op onze website www.appartement.tv.